Top dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Klokzien. In deze video heb ik een Shein shoplog voor jullie. En niet van kleren, maar van accessoires en juweeltjes. En vinden jullie dat leuk? Geef nou vast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, voor moest je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want zo hoor je bij de hashtag op tijdsquad. En ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. En ik heb gezien dat de helft van de mensen die naar mij kijken helaas nog niet geabonneerd is. Dus alsjeblieft, als deze abonneerknop onder deze video nog rood ziet, zou je dan alsjeblieft op de abonneerknop willen klikken. Want dat zou mij super hard verder helpen en dat maakt mij super blij. Nu door naar de video. Ik heb laatst dus op Shein allemaal ringen besteld en ook nog andere juwelen. En dat heb ik gedaan omdat ik eigenlijk geen ringen heb. Ik heb maar één ring en dat is eigenlijk niet een ring. Dat is eigenlijk van een sleutelhanger. En dat is ja, dit kleine ding. En waarom heb ik niet meer ringen? Dat is eigenlijk omdat ik heb redelijk dunne vingers. En er passen echt nooit ja, ringen rond mijn vingers. Als ik bijvoorbeeld naar een winkel ga en ik wil een ring passen of zo, dan ja, past dat echt nooit. Wat super jammer is, want ik zou heel graag wel meer ringen hebben. En toen dacht ik, ik kan er wel bestellen op Shein. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb hier allemaal pakketjes met ringen. Dus laten we beginnen met pakketje 1. Pakketje nummer 1. En dit zijn de ringetjes die erin zitten. Ik ga ze nu allemaal rond mijn vingers doen. Dan ga ik kijken of ze passen. En dan ga ik ze beter aan jullie laten zien. Ik heb de ringen van pakketje nummer 1 aangedaan. En er passen er bijna geen rond mijn ringvingers. Maar er passen er wel een aantal rond mijn wijsvingers. Ik vind dit allemaal echt super leuke en mooie ringen. Ik denk dat ik dit pakketje met ringen zeker ga bijhouden. Want ik vind ze echt super leuk. En ik vind het ook leuk dat er zo wat dikkere ringen tussen zitten. En ik ga nu de ringen iets beter aan jullie laten zien. Dit zijn de ringen rond. In dit pakketje zaten 3 ringen met hartjes. Dit zijn eigenlijk allemaal ja, hartjes aan elkaar. Dit zijn ook hartjes aan elkaar, maar telkens met zo nog een stukje tussen. En dit zijn ook allemaal hartjes aan elkaar, maar hier is dan zeg maar het middenste deel van uit. En deze 3 vind ik alle 3 super leuk. In het pakket zaten ook nog deze ringen. Eén met een oneindigheidsteken, dat is deze. En ook één met een soort van slotjes, ook weer leuk. Dan staken er nog 2 dikkere ringen in. Deze vind ik ook allebei super leuk. Deze doet me een beetje denken aan blaadjes met takjes. En dit zijn allemaal ja, een soort van zigzagjes rond elkaar. En dan de laatste 3 van in het pakketje. Als eerst een soort van pijl, dan een hele grote zigzag. En dan nog een soort van kroontje. Dat waren de ringen van pakketje 1. Ze waren bijna allemaal nog te groot voor mijn ringvingers. Maar ze pasten wel allemaal rond mijn wijsvinger en sommige rond mijn middelvinger. Dus dat is helemaal top. Dit vind ik echt super leuke ringetjes. Dus deze hou ik zeker bij. En dan gaan we door naar pakketje 2. Dit is pakketje 2 met ringetjes. En ja, in elk pakketje zitten ongeveer 10 ringetjes. En ik ga deze ook weer openmaken. Ze zien er allemaal echt al super leuk uit. Dus ik hoop dat deze ook gaan passen. Dit zijn de ringen van pakketje 2. En zoals altijd ga ik deze weer beter aan jullie laten zien. Op het eerste zicht vind ik ze echt ja, super leuk. Ik vind ze er ook super leuk uitzien. Dus ik hoop dat jullie deze ook net zo leuk vinden. Zo zien de ringen eruit rond mijn hand. En nu ga ik ze beter aan jullie laten zien. Dit zijn de eerste paar ringen van het pakketje. Dit zijn allemaal ringen met diamantjes. Ik vind het ook wel leuk dat er eens een groen steentje bij zit. Pas toevallig ook bij de outfit die ik vandaag aan heb. Hele leuke ringen. Alleen zijn ze ja, van dit pakketje allemaal een beetje te groot. Dus ik denk dat ik dit pakket helaas ga terugsturen. Maar ik vind dit wel al hele leuke ringen. Dan heb ik ook weer bijna allemaal dezelfde soort ringen. En dit zijn allemaal ja, ringen met een soort van figuurtje, patroon dat steeds weer opvolgt. En hier heb je bijvoorbeeld bloemetjes. Hier heb je bijvoorbeeld allemaal bolletjes. Dit vind ik ook wel leuke ringen. En ja, veel heb ik er eigenlijk niet echt meer over te zeggen. Ze zijn vrij simpel, maar toch ook wel weer leuk, omdat het echt zo altijd met een patroontje is. En ja, de details erin vind ik ook echt super tof. En dan nog de laatste 2 van dit pakketje. Dit is een ring en het heeft zo'n soort V'tje, allemaal met bolletjes, ook heel leuk. En dan dit is een kroontje. Vind ik ook echt super tof en ja, super leuk. Dus dit waren ook weer 2 hele leuke ringen. Dat waren de ringetjes van pakketje nummer 2. Ik vond alle ringetjes echt super leuk.
En ja, helaas pasten ze allemaal niet, want ze waren allemaal wel een beetje te groot. En wat ik ook heb gemerkt, hebben jullie misschien ook gezien in de close-up shots van de ringen, dat er een beetje ja, zwart op mijn vingers is. En dat komt door deze ringen. Dus deze ringen geven helaas wel af, wat natuurlijk wel een nadeel is. Maar ik denk dat als je gewoon je handen wast of zo, dat dat er wel afgaat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat er zo ja, vuil van die ringen zeg maar afkomt. Dus jammer, maar helaas, deze gaan terug. Dan heb ik hier de laatste twee pakketjes met ringen. Dit is een super dikke ring en het heeft zo wat tekeningetjes erop. En dit is een dun ringetje met een hele mooie diamant erop. Dus ik ben benieuwd of deze gaan passen. Ik heb de ringen aan en deze ringen passen helaas weer enkel rond mijn wijsvingers. Maar ik vind het wel echt super leuke ringen. Ik ga ze ook zeker bijhouden omdat ik ze echt super super mooi vind. Vooral die met de diamant. En deze vind ik ook echt super leuk dat die zo wat dikker is. Dus hier komen weer de close-up shots. Dit zijn de ringen als ik ze aan heb aan mijn handen. En zoals je hier bij mijn middelvinger ziet is het zwart. En dat komt dus van het vorige pakketje. Dit is de diamantenring, gewoon heel simpel en mooi. Het lijkt echt wel op een kroontje hier. En ik vind dit echt een prachtige ring. En dan heb ik hier de dikke ring. En wat ik wel leuk vind, aan deze kant staat een zonnetje. En als je je ring dan omdraait, heb je een maantje. Dus je kan ze ook op twee manieren dragen. Met het maantje en met het zonnetje. Superleuk! Deze ringetjes hou ik ook echt zeker bij, want ik vind ze echt super, super leuk. En dan gaan we nu niet door naar ringetjes, maar wel naar een ketting. En voilà, ik heb de ketting aan. Dit is een ketting met een soort van slangetje. Jullie kunnen het nu niet zo goed zien. Het is een redelijk lange ring. Ik heb het ook een beetje naar het midden toe gedaan, dus de ring kan nog langer zijn. En ja, ik vind het echt een super leuke ring. Vind ik ook echt super mooi. En deze ga ik ook zeker bijhouden. Is de ketting van dichtbij. Zoals jullie zien, het is dus echt een slangetje. Ook in een hele kronkelijke vorm. Dat vind ik echt super leuk. En ja, het snoertje is ook echt super lang. Wat ook heel handig is, want dan kan je echt kiezen hoe lang dat je deze ketting wilt dragen, dus op welke lengte. En als allerlaatste accessoire heb ik een tasje. Dit vind ik zo een superleuk tasje. De kleur ziet er echt mooi uit en ik vond de print ook echt geweldig. En ik ga hem even uit verpakking halen. En het is echt heel goed ingepakt, gewoon in een plastic zakje. En ze hebben er ook wat papier in gedaan om de vorm van het tasje goed te bewaren. En dit is ja, het handvat eigenlijk. Dus zo ziet het tasje eruit. Ik vind de print echt super leuk. Ik vind de lichte kleur ook echt super mooi. En ja, de rits is eigenlijk een soort van goud. En dit is ook echt de perfecte lengte om zo rond je schouder te doen. Of gewoon om zo vast te houden. De rits is ook goud, wat ik ook echt super mooi vind. Het rits is gewoon super makkelijk. Dus ja, dit is echt zeker een geslaagd tasje. Dit waren alle spulletjes en dit was ook het einde van deze video. En vonden jullie deze video nou leuk? Geef dan een dikke, dikke, dikke duim omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet please niet te abonneren op mijn kanaal. Deel deze video ook met al je vrienden, zodat zij misschien ook kunnen abonneren op mij. Dat zou super leuk zijn. En dan zeg ik nu, dank jullie om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer en doei!